Beleidsmakers in Suriname moeten meer persoonlijk contact krijgen met het bos. Dat zei Ahmad Vrede, projectleider van het COE Groen Project Duurzaam Bosbeheer Suriname, vandaag tijdens een workshop ten behoeve van beter bosbeheer. In het COE Groen Project werken 5 Surinaamse partners samen met de Hogeschool van Hal Larenstein en in Holland aan de verdere ontwikkeling van het Surinaamse bosbeheer. Vrede stelt dat meer contact met het oerwoud het individu ook meer gevoel geeft voor het bos. Maar er is een heleboel kennis, bosbouwkundige kennis aanwezig, maar die bereikt vaak niet de doelgroep. En binnenlandbewoners hebben vaak tegen ons gezegd van ja, er is een heleboel kennis, maar wij weten het niet. Dus het is ook de bedoeling dat een heleboel bosbouwkundige kennis die aanwezig is, daar komt waar de mensen het nodig hebben. Dat is werkpakket 1. Het werkpakket 2, dat gaat om social forestry, community forestry. Nou, we weten dat in Suriname een heleboel gemeenschappen, die hebben een stuk gemeenschapsbos. Bij elkaar is dat bijna zo'n 800.000 hectare. Maar het beheer ervan, ja, daar worstelen we nog mee. Vrede zegt verder dat enkele belanghebbende organisaties initiatieven hebben genomen om gemeenschapsbossen beter te gaan beheren. Jans van Hoeflaken, student bij de Wageningen University en Research, die deze activiteit virtueel bijwoonde, geeft aan dat de duurzaamheid van de houtindustrie op dit moment een moeilijk vraagstuk is in vele landen. Nou, Suriname, hier zal ik niet heel erg diep op ingaan. Maar er is veel bos in Suriname, maar er zijn ook wel veel bedreigingen voor het bos op het moment. De dingen die ik voorbij heb zien komen zijn onder andere dus degradatie, bosdegradatie, overharvesting van bepaalde boomsoorten, de duurzaamheid in de houtsector en natuurlijk de goudindustrie is een groot issue op het moment. En wat ook recent voorbij is gekomen zijn allerlei plannen voor uitbreiding van grootschalige landbouw. Hoge hunting pressure wordt ook wel eens genoemd, hoge jachtdruk in sommige gebieden. En de encroachment op natuurreservaten en inheemse natuurbare landen. En voor al deze redenen is bosmonitoring belangrijk. Hoeflaken vindt dat bosbeheer nodig is omdat er ingegrepen moet kunnen worden indien dreiging ontstaat in een bepaald gebied waar aan een dreigende mate van houtkap wordt gedaan.